André Misikaba heeft zijn partij, de NDP, vaarwel gezegd. In een persbericht schrijft hij dat hij al zijn functies binnen de partij vanaf 28 juli 2020 heeft neergelegd. Hij heeft zijn NDP-lidmaatschap opgezegd en maandag zal hij ook het lidmaatschap van de Nationale Assemblée opzeggen. Hij levert zijn DNA-zetel dus in. Zijn vertrek heeft hij reeds besproken met NDP-voorzitter Desi Boutersen. Misikaba stelt dat de NDP de afgelopen 10 jaren niet in staat is geweest om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen en dat hij daarom heeft besloten om uit de partij te stappen. Zijn vertrek komt hard aan bij de Paarse Partij. In het programma Tussen de Regels zegt voorzitter Boutersen dat het vertrek van Misikaba hem pijn doet, maar dat de beslissing van de populaire parlementariër wordt gerespecteerd. Naar welke partij Misikaba zal gaan, is nog onduidelijk.